Dames en heren, na de wedstrijd Sporters tegen Feyenoord praten we nou met een glunderende Wim van het Westeinde. Wim, balletje valt goed vandaag, hè? Hij valt inderdaad goed, maar ook wel een beetje voorspeld. Misschien niet hier voor de camera, maar aan het elftal. Dit was een wedstrijd tussen twee goede ploegen die elkaar niet per se best in elkaar naar boven haalden. Maar het was een spannende wedstrijd, goed in evenwicht. En die worden dus in de regel beslist door één moment. Ook twee ploegen die niet wilden verliezen? Ja. Dat is mijn gevoel. Nee, klopt. Niet wilde verliezen zonder heel verdedigend te spelen. Maar met wat weinig risico in de opbouw. Dus wat we kozen beide voor wat sneller de lange bal. En dan vanuit de tweede bal, zoals het zo mooi heet, doorvoetballen. Maar we verstonden wel alle twee offensief. En bereid om te kijken of we konden winnen. Twee ploegen ook die de grens opzochten in de eerste helft. Om te kijken van hoe ver kunnen we gaan met deze scheidsrechter. Had het even moeilijk. Ja, nou, ik had het vermoeden al voor de wedstrijd. Ik heb het niet zo, ik heb het niet per se tegen scheidsrechters. Maar ik denk dat deze geluk heeft dat de wedstrijd gewoon netjes tot een einde is gekomen. Maar het heeft echt heel veel risico genomen. Doorvoetballen is hartstikke leuk, maar je moet wel de momenten dat je een speler moet beschermen, dan moet je optreden. En dat heeft hij niet gedaan. Is de wedstrijd ook een beetje gelopen zoals je verwacht had? Is exact gelopen, zoals ik had verwacht. We moesten even wat improviseren, want of wat aanpassen, niet improviseren, wat aanpassen. Want Feyenoord stond iets anders dan we hadden gedacht. We hadden het goed doorgesproken en ja, waar in het verleden we de slag nog wel eens verloren, hebben we hem nu gewoon gewonnen. We waren echt op het middenveld. Tegen een sterk middenveld in deze klasse van Feyenoord waren we de betere. En dat heeft zich uiteindelijk in de tweede helft echt uitbetaald. Ja, de uitslagen in deze competitie waren weer van die naad van dat er weer enige roering ontstaat bovenin. Ja, wacht even. Volgens mij... Je gaat over Brielle en Feyenoord heen. Ja, nee, oké, okay, als je dat bedoelt. Maar de twee bovenste, helaas, hebben gewonnen. En Schavenzander heeft volgens mij zelfs in de blessuretijd twee keer gescoord. Twee en achter. Ja, nou ja, dat is ook op zich netjes. Ook een kunst. Is ook een kunst. Wij zijn blij dat we een paar ploegen voorbij kunnen. En dat we de afstand naar de bovenste is nog binnen de perken. Dus we blijven gewoon meedoen. En dan... niet alleen omdat we qua punten het gewoon goed doen, maar ook omdat we een hele belangrijke wedstrijd, een grote wedstrijd in deze competitie hebben gewonnen. De komende drie wedstrijden zijn er belangrijk natuurlijk. Volgende week Sergius uit, daarna Brielle uit. Ja. Ook Sergius mag je niet onderschatten denk ik. Vandaag wel eens wel verloren, ja. Maar ik denk dat het niet onderschatte ploeg is. Nee, zeker niet. Wij onderschatten al helemaal geen tegenstanders, maar Sergius zeker niet. Want dat is de ploeg die ons van alle ploegen echt een keer heeft weggespeeld. En die hebben 3-0 geloof ik. 3-0 dik verloren. Zij hebben de tweede periode gewonnen. Ik weet niet of dat invloed heeft op de manier waarop ze nu spelen. Met dit verlies haken ze denk ik wel af. Ik weet eigenlijk wel zeker voor het kampioenschap. En dan gaan ze zich voorbereiden op de na-competitie. Ik weet niet of dat een voordeel is of een nadeel, maar dat is wel een feit. Ik weet zeker dat jouw wijntje vanavond heel heerlijk gaat smaken. Ja, nee, dat wordt een lekker wijntje, Dirk. Wim, fijn weekend nog en bedankt. Dankjewel. En geniet ervan. Ja.